Leidenaren weten geen alternatief voor de hutspot. En verder vandaag. Leerlingen basisscholen Leiderdorp in actie met wijkagent. En de bioscoop in Voorschoten weer helemaal opgeknapt. Dag dames en heren, dit is het Unity TV nieuws van dinsdag 1 april. Tradities zijn er om verbroken te worden, althans volgens de voorzitter Zonnewielen van de 3 oktober vereniging. Maandag was al te zien in het Unity TV nieuws dat de hutspotmaaltijd niet langer door iedereen werd gewaardeerd. Sommige mensen vonden het een sleur worden, anderen hebben liever een bonenmaaltijd. De meeste mensen op straat hebben toch echt geen alternatief voor de traditionele hutspot. Boerenkool? Misschien, weet ik het. Ik zou het echt niet weten anders. Hutspot is hutspot, zeg ik. Ja, dat vind ik hoor. Wat moet je er anders verder bij doen dan gebakken aardappeltje? Ja, ik... Nou, dan moeten we 2 keer haring en wittebrood eten. Ik zou het niet weten, een alternatief. Maar misschien haring en wittebrood dan, want het hoort ook helemaal bij Leidens ontzet. Haring en wittebrood, toch? 2 keer haring lijkt ook wat veel. Op Facebook is druk gesproken over de verdwijning van de hutspot. Reactie van Onno, flikker er dan wat sambal doorheen. Ron vindt het juist een goed plan. Goed plan, het is toch al niet weg te krijgen. Weer een Nederlandse / Leidse traditie naar de piep, schrijft Martin. En er verschijnen foto's met tekst die geliked moet worden. Tijdens het ontzet van Leiden in 1574 vond een jongetje Cornelis Joppens een pan hutspot net buiten de stadspoorten van Leiden. De hutspot die was achtergelaten door de Spanjaarden. Sinds die dag eten Leidenaren elk jaar met 3 oktober hutspot. Hutspot hoort dus net als haring bij Leiden. Moeten we nou bang zijn dat die hutspotmaaltijd ooit gaat verdwijnen? Absoluut niet. Dat hoort bij 3 oktober, hoort bij Leiden en het is nog lekker ook. 1 april, grapje. Een 3 oktober zonder hutspot, dat bestaat natuurlijk niet. We hebben hele gekke reacties erop gekregen. Dus ik hoop dat op de ledenvergadering op 8 mei ook nog een aantal mensen erop reageert. Want het warmt al een beetje op voor 3 oktober en zo hoort het ook. En die haring blijft ook gewoon? Die blijft ook. Zolang je deze kant op kon zwemmen, zullen ze in Katwijk voldoende haring voor Leiden hebben. Het is nu april. Weinig mensen denken op dit moment aan Leidens ontzet. Maar de organisatie is al lang weer bezig voor de komende viering. Nou, er moet altijd op elk moment nog heel veel gebeuren, dus ook nu. Maar de contouren van de optocht, van alle feestelijkheden, de herdenking, dat staat weer. En wat dat betreft zijn we al een heel eind op weg. En om je alvast in de stemming te brengen... 1, 2, 3 oktober, 3 oktober, dan zijn we als een man. 3 oktober, 3 oktober, dan gaan we aan de rol. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de kroegen in de nuin. Een maat van peen en ui. En de goeie. Hoe eet de voorzitter van de 3 oktobervereniging eigenlijk zelf het liefst zijn hutspot? Nou, met gewoon aardappelen, peen en uien en al of niet flink wat peper erbij. En dan een lekkere jus en dan de hutspot. Maar in mijn familie zijn ook mensen liever worst hebben. Nou, dat kan ook, want 3 oktober is voor ons allemaal. Grapje dus. 2 oktober weer gewoon met z'n allen naar de hutspot maaltijd op de Hooglandse Kerkgracht. Maandagmiddag is een 70-jarige bewoonster van de Beethovenlaan in Leiden slachtoffer geworden van een babbeltruc. Rond 4:15 werd er aangebeld bij de vrouw. Een blanke man, ongeveer 40 jaar oud, met een normaal postuur, stond in de deuropening. Hij verkocht pennywafels voor het goede doel, zo zei hij. Toen de vrouw naar binnen liep om haar portemonnee te pakken, is de man naar midden gegaan. Hij vroeg daar om een glaasje water. Toen de vrouw terugkwam uit de keuken, was de man verdwenen met haar portemonnee. De man had een kaalgeschoren hoofd, een spijkerbroek met zwart shirt aan. Op zijn rechterbovenarm had hij een tatoeage. De man sprak gebrekkig Nederlands. Herkent u deze man? Heeft u iets gezien? Bel dan met de politie op 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Leerlingen van basisscholen De Hobbit en het Bolwerk in Leiderdorp zijn maandag en dinsdagochtend weer in actie gekomen tegen de verkeersdrukte in hun straat. 2 weken geleden deelden de kinderen ook al briefjes uit aan automobilisten. Er worden zoveel kinderen met de auto naar school gebracht dat automobilisten meer oog hebben voor elkaar dan voor de kinderen die fietsend of lopend naar school komen. Deze week krijgen de kinderen ondersteuning van de wijkagent. Samen met hem spreken ze ouders aan.
De actie is een succes. De rust in de straat lijkt voorlopig teruggekeerd. Dinsdagnacht zagen agenten een 50-jarige Leidenaar rijplaten weghalen voor een flat aan de Kennedylaan in Leiden. De agenten waren getipt nadat een buurtbewoner iets verdachts had gezien. Rond 2:15 zagen agenten de man met rijplaten slepen. De platen lagen aan de Kennedylaan omdat er aan de weg werd gewerkt. De man is meegenomen naar het bureau. Ernstige verkeershinder op de Hooigracht en de Langegracht in Leiden vanaf 14 april. Er is tot 1/2 november slechts 1 rijstrook open voor het verkeer. Alle woningen en winkels blijven wel open en bereikbaar. Met verkeerslichten wordt het verkeer om de werkzaamheden heen geleid. Doorgaand verkeer wordt geadviseerd om een andere route te rijden. Vanaf eind juni wordt er ook gewerkt aan de Breestraat. Die straat is dan alleen per voet te bereiken. Bussen rijden om via de Hooigracht, Langegracht, Witte Singel en Zeilsingel. Een maand lang waren er geen films te zien in het filmtheater van Voorschoten. Maar sinds dit weekend kunnen er weer kaartjes worden afgescheurd. De Voorschotenaar kan weer genieten van een avondje uit op de rode stoelen. De bioscoop in Voorschoten heeft een lange geschiedenis. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd het Greenway Theater geopend in het dorp. En daar hebben de familie Nieuwenhuizen bij elkaar wel 50 jaar gedraaid. Inclusief hun verhuizing naar het cultureel centrum, hier dus. En die zijn er 2 jaar geleden mee gestopt. En toen hebben de mensen die alle kinderfilms draaien, die zijn ook de volwassen programmering over gaan nemen. Maar eerst moest er natuurlijk gekeken worden of er wel genoeg animo was voor volwassen films in Voorschoten. Nou, we hebben het afgelopen jaar geprobeerd om te kijken of er publiek is voor films voor volwassenen. Dus we zijn wat gaan draaien iedere week en een beetje getest met hoeveel films wanneer. En toen bleek er voldoende animo te zijn om iedere week een nieuwe film te kiezen en die 2 avonden te draaien. Misschien wordt het in de toekomst wel meer. Alleen was toen dus het probleem met de stoelen. De mensen zeiden van nou, alles is fantastisch. Je grote doek, je beeldprojectie, de sfeer. Maar we kunnen onze benen niet kwijt. Dus daar hebben we naar geluisterd. Dus we zijn daarvoor een maandje dicht gegaan. In die maand is er heel veel gebeurd. Wat we gedaan hebben is de aannemer gevraagd 1 van de treden eruit te slopen. Zodat er van 7 6 treden zijn gemaakt. En daardoor krijg je dus meer ruimte tussen de stoelen. We hebben de zaal aangekleed met posters, zodat het een echte bioscoopzaal is geworden. En het zijn allemaal verbeteringen, dus nu is het afwachten of het publiek komt. Bob Bleuten en zijn team zijn trots op het eindresultaat. En ze hopen dat steeds meer Voorschotenaren erachter komen wat een leuke zaal we hebben. En dat ze steeds vaker gaan komen. En die loop zit er behoorlijk in. We hebben al flink veel uitverkochte voorstellingen. Zo draaien ze vrijdag een voorstelling over de donkere kamer van Damocles. Vrijdag is die uitverkocht. Maar voor 2 mei zijn er nog kaarten. Dat boek speelt zich af in Voorschoten en de film is hier ook gedeeltelijk opgenomen. Dus het is een soort feest van de herkenning. Je herkent de school in de schoolstraat, de kerk en dat soort dingen. En alles is natuurlijk wel veranderd, maar het is voor Voorschotenaren in het bijzonder heel leuk om die film te zien. Beetje nostalgie. Beetje nostalgie. En we laten hem voor het eerst zien in een gerestaureerde versie. Dus het is een hele scherpe digitale print. Kijk voor het hele programma van het Filmtheater in Voorschoten op filmtheatervoorschoten.nl. En dan nog het weer. Vandaag was het een bewolkte dag, maar hier en daar brak toch de zon door. Met een westenwind werd het toch nog aangenaam weer met temperaturen rond de 16 graden. Vannacht koelt de temperatuur af tot 1 graad of 8. Het zal opklaren en een heldere nacht worden. Morgen is het half bewolkt en loopt de temperatuur op naar 21 graden. Met een oostenwind wordt het dus een warme dag. De rest van de week schommelt de temperatuur tussen de 15 en de 20 graden. Het blijft droog, maar de bewolking neemt wel toe. Heeft u trouwens zelf een mooie foto van het weer? Stuur hem dan op en wie weet ziet u uw kiekje terug in onze uitzending. Mailen kan naar redactie@unitytvnieuws.nl. En tot zover dan deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Woensdagmiddag om 5 uur melden wij ons weer met een nieuwe uitzending. En in de tussentijd houden we je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Zometeen kun je op Unity TV nog kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland in de NOS Nieuwsminuut. En daarna is er een nieuwe aflevering van Cultuur aan tafel met Leendert Beekman. Ik wens je nog een fijne dag.